Partner van Tours in Limburg is Rompot Vakanties. Van Thuis in Limburg vanaf de Weerterbergen in Weert. Vandaag samen met Maurice, hè? Gezellig, Wendy. Toch? Ja, nee, ik vind er een leuke uitzending van maken. Ik ga die hele EK vandaag vergeten. We maken er gewoon een leuk feestje van. Ja, een beetje van bijgekomen. 2 kilo. Ja. Nou, even heel wat anders, want we hebben natuurlijk een hele leuke show vandaag. Wie heb je allemaal in de show? Ik heb de Johan Cruijff van Limburg, helaas te vroeg een blessure gekregen, maar Willy Dulles die bij mij aan tafel aanschuift. En aan het einde van het programma ga ik natuurlijk met Willy en een gast van jou ga ik kickstart doen, het gaten schieten. Ja, want dat is niemand minder dan Wendy Kokkelkoren. Eindelijk een vrouw die even laat zien dat ze kan voetballen. Dat moeten we afwachten. Zij is hier samen met haar man Guido Dieter uiteraard. En wie we natuurlijk niet mogen vergeten, dat is de welbekende volkszanger Jannes. Die gaat hier de muzikale invulling verzorgen. En we hebben Maurice Dingelstad van Monita in de uitzending. Dus volop te doen. Ik zou zeggen, Wendy, ga snel beginnen. Ik ga aftrappen met Wendy Kokkelkoren en Guido Dieteren. Ja, Maurice had het er net ook al over het EK afgelopen weekend. In de meeste huishoudens zal dat het gemiddelde gesprek zijn geweest. Maar wat we natuurlijk ook niet moesten vergeten is dat het ook Vaderdag was. En ja, dat kunnen jullie natuurlijk niet vergeten zijn, hè? Want jullie hebben een prachtige dochter gekregen, Emma Sophie. Ja. Dus Guido, natuurlijk aan jou de vraag, hoe heb je Vaderdag beleefd? Nou, ik werd 's ochtends wakker gemaakt door Wendy en Emma Sophie. En er werd me een heel mooi cadeautje op bed gebracht, waar bovenop een prachtige foto geplakt was van mijn beide dames, om het zo maar te zeggen. En ik kreeg hele mooie cadeautjes en de dochter werd me in de armen gelegd. Maar ja, zo'n foto, dat smelt je hart natuurlijk. Ja, ja, maar even stiekem tussendoor alles geregeld? Absoluut, ja. Ik heb een paar smoesjes moeten verzinnen, want ik had me al bijna versproken. Hè. Je wilt heel enthousiast zijn. Maar oh nee, oké, ik mag niet zeggen. Je hebt natuurlijk een prachtige foto maar, dan, natuurlijk. Het was wel gelukt, geloof ik. Ja, absoluut. Ja. Het was kerstmis en mijn verjaardag in één. Ja. Zo voelde het. Zo voelde dat. Ja, ja en Wendy natuurlijk vorig jaar op moederdag kwam je erachter dat je in verwachting was. Ja, klopt. Hoe heb je dan dit jaar de moederdag ervaren? Nou, ik werd natuurlijk ook verrast door Guido, hè. Dus Emma Sophie kwam met een heel klein bloemetje aan mijn bed, dus dat was ook heel bijzonder. Papa met een groot bloemetje. Ja, 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 ja. Ja, nee, ja, moederdag zal nooit meer hetzelfde zijn natuurlijk. Dat blijft gewoon een speciale dag. Ja, want het is allemaal goed met Emma Sophie. Absoluut, dus het wordt morgen weer 5 maanden, dus dat gaat heel snel. Ja. En ja, wanneer de eerste maanden voorbij zijn, dan wordt eigenlijk het ouderschap een stukje makkelijker. Ja. De eerste maanden waren het zwaarste. Ja, vooral, ja, je moet er gewoon aan wennen. Hè. Het is, En nu krijg je natuurlijk een beetje de reacties terug. Hè? Ja, absoluut. Ja, superleuk. Ja. Superleuk. Maar toch afgelopen weekend het EK voetbal. Toch naar gekeken of was het echt een en al vaderdag? Hè? Ander onderwerp. Nee, we hebben gekeken. Ik had zelfs mijn Bavaria jurkje aan. Oh, dat ja. In ieder geval, dat had ik gekregen. Ja, jullie gaan er helemaal in op. Helemaal in oranje. We zijn heel fanatiek. Ik heb zelf lang gevoetbald. En ook nog badminton. En we doen ook familietoto met de hele familie. Waar ik ook in de top sta. Het is spannend. Iedere dag volg je het voetbal, maar... Ja, het gaat goed met de telling. Het gaat heel goed met de toto, ja. Maar wat heel erg duidelijk was, we missen dit EK kwaliteit en ook saamhorigheid vooral. En dat kwam echt tot uitdrukking in deze magere resultaat. En daar heb ik er ook geen moeite mee wanneer ze eruit vliegen. Ik vind, je moet ervoor gaan, je moet ervoor knokken. En wanneer je dan op waarde geklopt wordt, dan is het jammer. Dus je hebt zitten vloeken op de bank of dat toch? Ja, toch wel een beetje. En even de oren dicht. Dat flapt nog wel eens wat uit. En we zijn ook fanatiek wanneer er gescoord wordt samen. Echt, ja, dan sta je meteen juichend op en zit je te schreeuwen met je familie in de kamer. En dan moet je rekening houden dat je ook een baby hebt die ligt te slapen. Ja. Dus meteen stil. En maar Sophie wordt wakker. Nee, we zijn vrij fanatieke sportkijkers. Ja, jij ook? Ja, ik kijk absoluut mee. En vooral dit jaar. Ik doe dit jaar voor het eerst ook mee met zo'n pool. En dan, ja, dan is elke wedstrijd eigenlijk leuk om te kijken. Ja, dus niet alleen Nederland, maar ook de andere. Maar bij mij, het gaat nog niet zo heel lekker. Nee? Nee, helaas. Nou, wie weet wat er nog gaat komen, toch? Ja. De verrassen, of de uitslagen, die blijven verrassend. Ja, maar je hebt ook veldvulling nodig, hè? In zo'n toto. En dat doet Wendy prima mee. Ja. Maar ben je zelf sportief aangelegd?
Nou, ik ben nu sinds 2 maanden ben ik weer begonnen met sporten. Ik wil natuurlijk weer helemaal in shape komen. Ja. Hè? Dus dat ik weer een allemaal mooie jurken pas. Dus met tijd en wijlen ben ik redelijk sportief. Maar niet altijd. Ja, op dit moment toch 3-4 keer per week. Ja, dit keer. Dus, ja. Kijk aan. Toch, ja. Toch fanatiek en ik doe ook mee. En dus ja, moet toch, weet je alles van. TV maakt toch wat ietsje breder. Ietsje breder, ja. Beetje gezet, we zijn allemaal heel slank. Hè? Maar, maar het hoort gewoon bij het vak. Hè? Een groot concert spelen, sta je 2,5 uur op het podium, moet je gewoon topfit zijn. Ja, dus er is enorm veel energie natuurlijk wat daar in gepaard gaat. Ja, maar je zegt inderdaad, je bent nu flink aan het sporten, maar voetballen zit er ook een beetje in? Nou, ik weet niet wanneer ik de laatste keer een bal geraakt heb. Maar... Ik heb al gezegd, omdat Wendy straks natuurlijk meedoet aan het beroemde vanuit, spel. Ik zeg lekker punteren, schat. Hè, lekker, Ik heb wel mijn voetbalschoenen aan. Hè? Ja, absoluut. Absoluut. Mooie roze voetbalschoenen. Ik zet meer op de hoge C's van dan op het voetballen. Lekker, ja. Nou, oké, dat lijkt erop dat je heel veel steun krijgt van Guido. Laten we dat hopen, ja. Ja. Nou, we zullen het in elk geval zien straks bij het spel Kickstart. Mm-hmm. Maar wielrennen, heb je er ook iets mee? Ja, Tour de France natuurlijk, Amstel Gold Race. Wanneer we tijd hebben, de Amstel Gold Race is in Limburg. Dan staan we ook wel meestal zo'n 30 kilometer voor de finish. In IJs staan we dan op een berg. En dat vinden we heel leuk om te zien, maar ook net de Ronde van Zwitserland een beetje gevolgd. Alle klassiekers. Wanneer ik tijd heb, probeer ik wel een beetje te volgen en te kijken. En daar speel ik niet mee in de pool. Maar ook bij zo'n tour, bij bergetappes, ja, dat presteer ik niet. Dan kan ik beter niet in de studio gaan zitten, want die wil ik gewoon zien. Dat vind ik zo spannend. Ja, want ik heb begrepen dat je vroeger al met je vader ook naar de wedstrijd ja, ging klopt. Kijken, toch? Gingen we in Frankrijk gingen we de Tour bekijken. En prachtig. Ik heb zo'n respect voor wielrenners. Die trainen zo hard en zo gericht van heel het seizoen. En nu met Andy Schleck bijvoorbeeld, een Luxemburgse tourfavoriet. Hele seizoen afgestemd op de Tour. Hij valt weg seizoen. Ja. Dus ik heb diep respect voor wat voor doorzettingsvermogen die mannen hebben. En ook, ja, ik ben fan van Lance Armstrong ook. Of die nou doping gepakt heeft of niet. Naar mijn gevoel pakken ze heel veel. Zoeken ze continu een grens op. Want het is bijna onmenselijk wat ze moeten presteren. Maar gewoon het geestelijke doorzettingsvermogen wielrenners vind ik ongelooflijk knap. Daar kun je alleen maar heel veel van leren als muzikant. Dat is goed, dus is daar beter mee gesteld dan de Nederlandse voetballers, toch? Ja, ik heb hoop op de Tour. Ik denk Geesing, Mollema, misschien Kruiswijk. Ik ga het echt volgen. Nou, we hebben gehoord dat Roy Curvers ook meegedoen. Ja, hij mag meedoen? Ja, oh, super. Hij gaat meedoen. Ja. Dus laten we hopen dat hij ook goed gaat presteren. En natuurlijk de vakantieleiploeg, hè. Dan hoop ik dat er ook Limburgers in zitten. En wij zitten voor de buis, maar zeker met de bergetappes. Ja. Nou, wat er verder nog gaat spelen. Jullie hebben afgelopen jaar al een super druk jaar gehad. Het 10-jarig jubileum van Guido's Orchestra. Ja. Naar China ben je geweest. De zwangerschap natuurlijk ook niet te vergeten. Ja. Sinfonica Rosso. Ja, dat gaat nog komen inderdaad. Ja, maar met Nick en Simon afgelopen jaar ook. Ja. En in oktober het nieuwe met Duma. Ja. Waarom Duma? Ik denk dat het een band is met levende legendes. Hè? Dus net zoals de Rolling Stones en de Beatles vroeger waren. Nederland heeft Duma. Ik vind dat gewoon een fenomenale band met geweldige karakteristieken. Talentvolle muzikanten die allemaal eigen kwaliteit hebben. En het is een uitdaging om die muziek met orkest te laten klinken. En met Mojo hebben we goed overleg gehad ook over de muziek. En het belooft een waar spektakel te worden. En ik geloof dat al bijna 120.000 tickets weg zijn. Ja, gaat hartstikke goed, hè? Ja, gaat super. Maar Wendy, is het voor jou dan wennen? Want kijk, de eerste tijd ben je natuurlijk alleen bij Emma Sophie geweest. Maar je staat inmiddels ook weer op het podium. Is het dan niet raar om dan de kleine toch eventjes... ik stond na 5 weken weer op het podium, hè? Mm-hmm. Dus het was vrij snel. En ja, ik zag het voor mij toch echt ook wel als ontspanning, hoor. Ja? Ja, en ik vind voor een kind zorgen, vind ik intensiever voor mij dan op het podium staan. Het was flink wennen. Ja, maar ja, het is allebei leuk, hè. En als ik moet zingen en ze moet ergens naartoe, dan is ze in goede handen, meestal bij mijn ouders. Dus het komt helemaal goed. Ja, nu in dit geval is ze meegekomen hier naartoe. Ja. Nemen jullie er ook vaker mee dan? Of gaat ze toch meestal naar de ouders? Als het even kan, nemen we er mee. Want ik wil er ook niet altijd wegbrengen. Maar zoals nu, nou, ze ligt gewoon rustig te spelen. Ze is lekker rustig, absoluut. Ja. Maar je mist er ook. Het is echt een... Ongelooflijk hoeveel je van iemand kunt houden die pas in je leven komt. En zo ook voor onze dochter. En die wil je niet missen. Ja,
En dan had je op Moederdag, of een week voor Moederdag, heb je nog een speciaal concert gegeven, Feelings. Ja, klopt. Samen met je zus, toch? Ja, is mijn zus heeft een paar duetten meegezongen. Ja, we hebben begrepen dat er in september ongeveer zo'nzelfde iets gaat komen, tenminste qua gevoel. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is een concert, een jubileumconcert. Ja, een jubileumconcert van het gemengd koor in Roermond. We doen een oranjerie, een prachtig feelingsconcert ter ere van hun jubileum. En zo natuurlijk bij Wendy erbij, het ensemble van het orkest. En maken we een heel speciaal programma. Maar dus, ja, weer die feelings-titel eigenlijk unplugged. Zoveel mogelijk romantische, maar ook swingende muziek spelen. En muziek die recht vanuit het hart komt. Ja. En Wendy kijkt me aan, want het is nog ver weg voor haar. Omdat we echt concert voor concert verschillende programma's doen. Maar ik heb dan overleg met de dirigent. En dan stellen we in dit geval met Dion stellen we een prachtig programma samen. Ja. Ik hoor iets. Open dat zij dan. Dochter heeft een mooi stemgeluid. Ja, want is ze muzikaal al? Dat kun je nu nog niet zeggen. In ieder geval, ze geniet van de muziek. Ze traint haar longen goed, dat wel. Ja, dat wel. Ja. Maar zingen jullie ook wel vaker? Of, ja, zingen jullie ook wel eens voor haar? Nou, dan houdt ze de oren dicht, denk ik. Ik hou het gewoon bij viool spelen of dirigeren. Jij zingt ook voor haar. Ja, ik zing voor haar. Niet zo bescheiden. We zingen allebei voor haar. Maar Wendy is een stuk beter. En dan luistert ze aandachtig? Ja, absoluut. Vindt ze echt heel leuk. Ja. Ja. Zeker. En het zingen met je zus dan, is het ook extra speciaal? Ja, ik zeg altijd, het matcht zo goed omdat we uit hetzelfde nest komen. Hè? Dus ik vind dat geeft gewoon een extra dimensie nog aan een stuk wat ik zing. Dus het is absoluut hartstikke leuk om te doen. Ja, dat geloof ik inderdaad. Maar hebben jullie verder nog mooie dingen op de planning samen voor deze jaar? Ja, we doen het hoofdconcert, de zondagmiddagconcert van het Prevenement doen we. Hebben jullie vorig jaar ook gedaan? Ja, het stond echt bomvol, duizenden mensen. Dus kom allemaal kijken, we gaan een spetterende show neerzetten. En ook heel speciaal om op dat mooie plein te staan natuurlijk. En kijk, bij TV Limburg wordt zelfs voor je dochter gezorgd. Alles wordt geregeld. Kijk, het is een stil. We gaan morgen naar het studio in Volendam. Studio Muren. Vertel nog een paar stukken inzingen. Ik heb nog, toen ik 7 maanden zwanger was, heb ik nog een paar stukken ingezongen. Maar er waren ook een paar stukken bij, die waren toch iets te heftig om te doen. Dus die ga ik morgen opnemen. Ja. Voor nieuwe energie. Ja, maar voor een nieuw album, voor een nieuw solo-album. Wat mogen we ervoor verwachten? Wat mogen ze verwachten? Ja, eigenlijk ook van alles. Weer van een mooie ballad tot een klassieke aria. Eigenlijk van alles wat. Ja, crossover ook. Met Gide Zogenswa. En gewoon muziek die raakt. Dat vinden we het leukst om te doen. En de afwisseling. De afwisseling van de muziek, dat vind ik het leukste om te doen. Ja. Nou zit natuurlijk de zomervakantie, die komt eraan. Ja. Hebben jullie ook een beetje rust voor jullie zelf? Jawel, we gaan een weekje weg binnenkort en we gaan nog veel naar Duitsland, maar dat combineren we dan met de zakelijke kant, omdat we onze pijlen echt op Duitsland zetten voor de komende jaren. En we moeten nog steeds een barbecue voor onze vrienden plannen, dus er moet deze zomer ook echt ervan komen. Hopen dat weer iets beter gaat worden. Zeker. Maar 2013, we zitten nog in 2012, is al een mooi jaar, maar 2013 belooft een heel mooi jaar voor Gide Zogenswa te worden, voor Wendy en mij. Privé als ook op het podium. Dus dat zijn we geweldig aan het voorbereiden. En dat net zo'n project als Sinfonica Rosso, daar ben je nu deze zomer toch mee bezig. Ja. En net voordat ik in de wagen stap, had ik toch een paar mailtjes over Sinfonica weer. Ja. Maar nou ga je voor allerlei zaken natuurlijk de hele wereld rond. Maar hoe ziet dan een vakantie van jullie er eigenlijk uit? Ga je dan ook nog wel echt weg? Of zeg je van, ik blijf ergens lekker thuis? Nee, we gaan wel een weekje weg. Meestal is het wel maar een week. Maar is dat dus eigenlijk bij is dat gewoon veel te kort. Ja. Maar dan is het wel echt genieten, rustig, aan het zwembad liggen, boekje niks erbij. Moet, alles kan. Niks moet, liefst de telefoon uit. Ja. Maar dan gaan we wel echt naar zonnige oorden. Liefst Spanje, misschien in de toekomst ook Italië, Frankrijk, Gran Canaria of zo, Ibiza tussendoor even. Dus toch probeer je wat zonne-energie te tanken. Ja. En dan lekker boekje, een beetje mediteren, lekker eten, sporten. En dan dit jaar voor de eerste keer met z'n drieën. Ja. Dus het zal ons benieuwen, hè, hoe dat gaat worden. Het zal niet meer hetzelfde zijn als voorheen, maar dat heeft ook zijn charme, denk ik. Bereid je daar nog op een speciale manier op voor? Of, nou, ik denk dat ik een week van tevoren al de koffer ga inpakken, dat ik niks vergeet. Ik denk van, heb ik nu alles bij me voor de? Als ik nu zou gaan, dan zou ik dit en dit missen. Het valt wel op dat er veel babykleertjes gekocht worden. Speciaal. Oh ja, is leuk voor de vakantie. Ja, is leuk voor de vakantie. Ja. En weer leuk voor de vakantie.
Dus de garderobe van Emma Sophie die is helemaal klaar voor de zomervakantie. Ja, we hopen dat ze niet te snel groeit. Nee. Ja, dat gaat op dit moment past. Wel erg snel, maar ja, goed. Ja, gaat ze. Ja, ze gaat erg goed. Dus, ze begint echt te maken. Volgens mij wil ze al haar eerste optreden voor TV Limburg geven. Nou, we kunnen kijken of we daar nog een mooi plekje hebben voor precies, haar. Precies. Nou, ik wil jullie in elk geval bedanken voor dit gesprek. Graag het geluk spat er in elk geval vanaf. Ja. En wie ook veel geluk uitstraalt, dat is Jannes. En die gaat voor ons optreden nu met het nummer Zwevend naar het geluk. Ja, dat was Jannes met Zwevend naar het geluk. En inmiddels aangeschoven hier aan tafel Willy Dulles, de Johan Cruijff van Limburg, zoals je altijd noemde, Willy. Want met dik mag ik ook wel een beetje in het Limburgse. Ja, mag. Willy, wat is voor jou geluk? Geluk is dat ik hier nu zit, denk ik. Dat ik nog altijd gezond ben en dat het nog altijd heel erg goed gaat. Dat is geluk, vind ik. Ja? Ja. Gezondheid is belangrijk. Gezondheid is het belangrijkste, trouwens. Dat is logisch, maar je hebt de andere kant ook meegemaakt toen je vroegtijdig, wat ik net al zei, moest stoppen met voetballen. Ja, toen ik eigenlijk begon, was het eigenlijk al afgelopen. Ik was, zeg maar, toen ik werd met 21 jaar. In mei werd ik uitgeroepen tot Nederlands beste speler.
En in augustus liep ik een blessure op die helaas niet meer te genezen was. Dus het was veel te vroeg, Maurice. Ja. Jij hebt daar heel lange tijd, heel moeilijk, heb je dan een plaatje kunnen geven. Dat is pas op veel latere leeftijd gelukt. Ja, dat heeft zeker de eerste 5 jaar heb ik het toen heel erg moeilijk gehad. Vooral omdat ik het eigenlijk niet kon verkroppen dat ik zelf, je weet, ik heb geleefd als een echte sportman. Vond ik tenminste. Ik heb alles gedaan en gelaten om bij de beste spelers van Nederland te horen. En naderhand misschien wel de beste van Nederland. Dat werd ik toevallig ook nog met 21. En je denkt niet dat je een blessure kunt krijgen. En die kreeg hij dan op een gegeven moment kreeg hij toch heel erg ongelukkig in een vriendschappelijke wedstrijd. 1 week voor dat ik misschien nog wel naar Italië zou gaan voetballen. Dus dat was wel heel erg hard. En ik had wel meteen in de gaten dat het goed mis was. Ja. Maar hoe ga je er daarna mee om? Want jij bent letterlijk, zoals dat zei, in een zwart gat gevallen. Ja, dat mag ik wel zeggen. Dus, op het eerste moment denk je niet dat je geblesseerd kunt raken. Terwijl het wel iedereen kan krijgen natuurlijk. Maar ik had niks anders in mijn kopje als dat ik voetballer wilde zijn. En voetballer wilde worden en alles daarvoor opzij gezet heb. En als je dan één keer iets krijgt wat niet meer als, dat je niet meer als voetballer terug het veld op komt, kunt. Dan wordt het wel een ander verhaal natuurlijk. En ik heb de eerste 5 jaren ook heel erg moeilijk gehad. Daarmee om te gaan. Maar gelukkig hebben wij dat in het gezin heel erg goed opgelost en hard gevochten. Er werden in die tijd werden 2 kindertjes geboren, 2 dochters heb ik. En we hebben die gelukkig op een goede manier kunnen opvoeden. En ik ben weer hersteld in mijn hoofd tenminste, dat er ook nog wel andere dingen zijn dan voetbal. Of gewoon dat ik nu weer die gedachte heb, dat, zoals ik nu weer leef eigenlijk, dat ik alleen maar met voetbal wil bezig zijn. En ja, want je bent al een hele tijd terug in de voetballerij. Eerst bij Fortuna Sittard, de laatste jaren bij VVV. Ja. Wat doe je precies bij VVV? Want dat vind ik moeilijk te omschrijven. Ik doe nu in ieder geval doe ik scouting, dat deed ik van tevoren ook. En ik geef een beetje advies, tenminste zover als ik dat kan, aan Hai Berde. En in dit geval aan Hai Berde voornamelijk. Mm. En wij proberen dat tot vorig jaar goed in te vullen samen. Dat is heel goed gegaan. We hebben er nu een nieuwe technisch directeur bij Wim Dusseldorp. Dat gaat gelukkig ook heel erg goed. Je weet dat Wim een hele fanatiekeling is ook in dit geval. En ik denk dat dat heel erg goed bij elkaar past. En hij is gewoon een perfectionist. En ik denk dat we dat beide zijn. Dat we dus beide op zoek gaan naar een goed elftal. En met nog 5 scouts. We zijn flink uitgebreid door Venlo. Ik vind dat we dat perfect geregeld hebben op dit moment. En hopelijk gaat het in de toekomst ook zijn vruchten afwerpen dat we een elftal krijgen wat wel in de Eredivisie blijft. En niet ieder jaar moet gaan vechten om erin te blijven. Ja, daar wil ik naartoe. Hè. Hoe ziet het er voor komend seizoen al uit? Want er zijn er verschillende gekomen, maar daar zal nog van alles bij moeten. Ja, ik denk wel dat er nog zeker nog 2 bij moeten. Wat denk je aan? Een rechterspits, sowieso. Hè. En dan nog in goed controlerende middenvelden of nog een echte spits. Dat is een beetje, liggen wat een dat beetje betreft is het jammer dat Holla niet is gebleven. Ja, dus dat is bijzonder jammer dat Holla gekozen heeft voor ADO Den Haag en niet voor VVV. Stommerik. Ja, dat vind ik ook trouwens. Hij had het bij ons toch heel erg goed, even goed naar zijn zin gehad, ook even nog goed gedaan bij ons. En hij was wel een beetje een bepalende man in het elftal. Dus we moeten op zoek naar een bepalende speler. En ik weet wel, ze zijn ermee bezig, maar goed, laten we even afwachten wat er nog uitkomt. Wil, dan gaan voetballers, als die hebben nou vakantie, die gaan naar Miami, die gaan naar Ibiza. Ja, ja. Jij ja. bent ook net terug van vakantie. Ja, ja. Welke 2 ben jij geweest? Ik ben in Macedonië geweest. En, dat is heel wat anders. Ik moet zeggen, een fantastisch mooi land, dat is punt 1. En ten tweede, de mensen heel vriendelijk. Je merkt dat ze in dat land heel hard werken aan het toerisme. En het is de moeite waard om te gaan, sowieso vind ik het. Wij hebben gezeten aan Meer van Ooit. Geweldig mooi eigenlijk eromheen. En we zijn veel excursies gedaan. En we zijn 1 dag in Albanië geweest ook nog. En in Albanië moet ik zeggen, daar leven de mensen nog 5 jaar terug eigenlijk. Daar is nog geen toerisme. 50 jaar terug bedoel ik, ja ja. En een beetje, het is ook heel anders dan in Macedonië vind ik. Zo, daar wordt iemand geslacht. Ja, bijna. Ja. Ja, ja, ja. Wil, je zegt Macedonië, maar wat moet ik me nou bij Macedonië voorstellen? Behalve vriendelijke mensen. Is het een strandvakantie? Of nee, helemaal niet. Nee, daar hoef ik sowieso niet van. Strand vind ik al voor 1 dag vind ik dat heel erg leuk. Maar niet voor daar de hele dag te gaan liggen natuurlijk. Nee, maar we hebben heel veel excursies gedaan. Mooie gebouwen, veel prachtige kerken, musea's. En daar hebben we eigenlijk in 4-5 dagen excursies gehad. Maar Ohrid zelf is ook een hele mooie plaats. Daar is ook heel veel te zien eigenlijk. En, ja, goed, en 1 dagje hebben we naar Albanië geweest. Dus dat was wel de moeite waard, vond ik. Alleen aan de grens deden ze daar wel een beetje moeilijk. Omdat je daar zo'n 50 minuten staat eer dat je over bent. Omdat ze komen paspoort te vragen, paspoort inleveren.
Je bent het een heel tijdje kwijt. Naderhand komen ze terugbrengen. Even later komen ze het weer ophalen. Toch opnieuw. Er zit er misschien een paspoort tussen wat er misschien niet deugt. Sorry. En dan 50 minuten konden we in ieder geval doorrijden. Maar het was wel heftig trouwens. Ja. De accu is weer helemaal opgeladen. Heb je daar wat meegekregen trouwens van de EK? Ik ben extra naar huis gekomen de 8e. Dus op het moment dat de EK begon, ik heb alles meegekregen. Dus was je weer terug? Ik heb alle wedstrijden gezien tot nu toe. Dus, en je was onder de indruk van Nederland zelf wel? Ik was geweldig onder de indruk, hoe slecht het ging eigenlijk. Laat ik het zeggen zoals ik het zelf vind. Ze zijn heel slecht aan het toernooi begonnen, tegen Denemarken. We praten wel over 19 kansen, maar als je van 19 kansen krijgt en schiet van die 19 ballen er maar 3 in tussen de palen, dan kan ik niet spreken dat ze die allemaal 100% kansen voor hebben gehad. Want ze hadden natuurlijk wel moeten winnen, dat vond ik zelf wel, maar ik vond ook niet dat ze goed gespeeld hebben. En trouwens, alle 3 de wedstrijd niet. En dan kunnen wij wel praten van, we hebben 3 keer 20 minuten aardig gespeeld, maar ik vind 20 minuten op 90 minuten ook wel erg weinig, vind ik. Maar als je dat groepsproces gevolgd hebt, ja. Dan is het volgens mij ergens voor de EK al fout gegaan. Ja, we waren sowieso niet zo goed bezig. We hebben net gewonnen. En ik denk dat dat veel zand in de ogen gestrooid heeft. Het winnen van Ierland met 6-0. Dat had beter niet kunnen gebeuren. Want van tevoren hadden we van de laatste 10 wedstrijden hadden we er 6 verloren. En maar 4 gewonnen eigenlijk. Dus het zat er aan te komen dat het niet zo heel erg goed ging. Daarbij is het volgens mij niet die klik geweest die er was op de WK. Onder de spelers. En je hebt altijd van... je weet gewoon, soms komt er in één keer vorm. En dat is niet te vertellen en niet uit te leggen waarom dat er is. Dit is helaas dus nu helemaal niet gebeurd. Niemand was goed, vond ik. Behalve, en ik denk zelf dat als Nigel de Jong onze beste speler van het toernooi geweest vond ik, is. Vond ik ook trouwens. Niet, dat, ja. Speelde toch even. Het is de enige die zijn niveau haalt. Ja, en dat is eigenlijk een heel slecht teken voor in de groep. Want Nigel is normaal nooit de beste speler. Hè, want zeg maar, Van Persie, Matic, Robbe, ook niet gezien. Kunnen we nog meer noemen. Van Bommel ook niet zoals hij was. Eigenlijk niet die aanvoerder. En Mark heeft het ook niet zo heel erg goed gedaan. Maar Mark, ik heb wel het gevoel dat hij wel ontzettend goed voorbereid was. Daar grote verwachtingen. En er moet iets gebeurd zijn in dat elftal. Wat zullen we zeer waarschijnlijk niet achterkomen. Dat zal er de komende tijd wel uitkomen. Er is wel iets gebeurd dat niet goed geklikt heeft. Valt de bondscoach, onze eigen Bert van Marwijk, valt hij iets te verwijten? Ja, ik vind dat moet je niet bij de bondscoach neerleggen. Je weet, de bondscoach die maakt een elftal, daar heeft zich iedereen mee neer te leggen. En je moet blij zijn dat je wel speelt, zoals iedereen. Maar iedereen wil spelen, dat gaat niet. Maar degene die er staan, moeten het wel heel erg goed invullen. En dat hebben ze dus niet gedaan, helaas. Ik denk dat je Bert echt niks moet verwijten, vind ik, in dit geval. Want dat zou zonde zijn. Hij krijgt natuurlijk heel veel kritiek. Ja, natuurlijk. Robben op rechts, ja. Niet met Van Persie en Huntelaar direct begonnen. Ja, weet ik wel. Maar je weet gewoon van... Van Persie met Huntelaar, of dat wel ze heel erg goed was, dat bleek de laatste wedstrijd ook niet te lukken. Daarom, ik was zelf ook voor Huntelaar diep in de spits, Van Persie erachter. Daarnaast nog Sneijder en met Robben en met Kuyt bijvoorbeeld. Hè, voor het balans. Voor de balans en ook voor het harde werken. Want je weet gewoon, die voorinspelen die doen meestal niet zoveel verdedigen. En Kuyt is een man die 90 minuten doet werken eigenlijk. En dat is gewoon jammer. Ik denk dat daar wel een verkeerde keuze gemaakt is. Maar wil jij als coach van VVV, dan zeg ik met die achterhoede die het Nederlands elftal heeft, ja. Blijft VVV niet in de Eredivisie? Nou, laten we, als ik het daarover moet gaan hebben, over de laatste linie van Nederland, met die laatste 4 mensen, daar kun je nooit mee op de nul spelen. En het ergste van alles is, je kunt nooit aan de middenlijn spelen, omdat er gewoon geen snelheid achterin zit. En dan kun je op het EK, heb je dan eigenlijk in dit geval weinig te zoeken, denk ik aan. Het is wel raar dat ik dat zo zeg. Maar ik vind wel van, met die achterhoede krijg je altijd goals tegen. Maar hoe kan dat wij in Nederland geen verdedigers hebben? Ja, noem er maar eens een paar op. Voor mij is Jaap Stam de laatste echte verdediger. Ja, Jaap Stam, de boer. Ja, dat is meer een voetbal, maar dat was ook een goede voetballende verdediger. Een hele slimme. Maar als je pakt, weet centraal duo, maar ik ben even kwijt. Nu? Matthijssen en Heitinga. Dat zijn maar hele gewone verdedigers zijn het toch. Dat zijn niet, op de eerste plaats zijn ze niet, geen beesten achterin. En je weet, je moet eens kijken, als je dus die goede ploegen ziet, wat die achterin hebben staan allemaal. Er staan bijna moordenaars achterin, bij wijze van spreken. En dat hebben wij gewoon niet. Wij willen het altijd voetballend oplossen. Daarbij Van de Wiel dramatisch. Bij Ajax, een man die 20 keer per wedstrijd de achterlijn haalt. Nu zelfs niet durft naar voren te gaan. Bang dat hij zijn eigen man in de steek moet gelaten. En dat is gewoon niet goed als je jezelf niet bent. En de meeste spelers waren zichzelf niet. En dat is het grote probleem geweest, denk ik.
We willen heel even vooruitkijken naar het komend seizoen wat de Limburgse clubs betreft. Hoe zie jij de perspectieven? VVV en Roda om te beginnen in de Eredivisie? Ja, Roda heeft natuurlijk ook moeilijk. Ook een paar goede spelers kwijtgeraakt. Dus ze moeten ook een beetje opnieuw beginnen. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar hele Roda. Goede trainer gehaald of niet? Ja, goede trainer gehaald, ja zeker. Dat is een hele goede trainer. Van RKC is een hele goede trainer. Ja. En, die weet hoe het is om met bescheiden middelen maximaal rendement te halen. Die prestatie heeft hij geleverd met RKC al. Hij heeft met RKC een geweldige prestatie geleverd. En, maar goed, maar Roda krijgt toch een moeilijk seizoen. Ze hebben vorig jaar weer goed gespeeld toch. Op het laatste toch ver weggezakt ook nog. Verder kan ik alleen maar zeggen dat wij hopen dat we dus niet gaan spelen voor de laatste drie plaatsen, maar dat we een plaatsje of twee plaatsjes hoger komen. Het zal ook afhankelijk zijn van wat er nog bij gaat komen. Er moet wel nog iets bij, maar goed, dat is niet aan mij, dat is aan de mensen bij Venlo zelf. Maar er moet wel nog iets bij, denk ik, om handhaving te krijgen toch, vind ik. Dan Fortuna, die hebben Wil Boes als hoofdtrainer gekregen. Ja, dat is geen slechte zaak, zeker voor Fortuna niet. Willy kent Fortuna heel erg goed. Daarbij hoop ik dat ze bij Fortuna wel iets met de spelers kunnen doen. Want er is wel iets misgegaan. Zeer waarschijnlijk weer met die man van Luik die de stadion zou kopen. Dat gaat zeer waarschijnlijk niet door. Misschien ben ik een beetje te voorbarig, maar ik hoor toch niet de beste berichten erover. Dat zou jammer zijn voor Fortuna. Fortuna heeft een geweldig jaar achter de rug. Eindelijk een keer het elftal goed op de race. Dat je gaat denken van, zij gaan het nu wel het komend jaar beter doen. Daar twijfel ik nu wel een beetje aan of dat beter gaat. Maar ik hoop dat Willy toch de macht krijgt om nog wat spelers bij te halen. Vooral voorin. Achterin, ik geloof ik, hebben ze het in orde. Maar voorin moet er iemand nog iets bij komen. Kan je je voorstellen dat de Fortuna-fans of ik als buitenstaander zeg van, hebben ze eindelijk een goed jaar? Ja. Denk je met één of twee stapjes kun je dadelijk echt een rol van betekenis spelen in de Jupiler League? En dan krijg je dat interne gezeik weer allemaal. Ja, dat begreep ik ook helemaal niet. Fortuna heeft eindelijk weer een goed jaar gehad. We zijn meestal werden we laatste of ene laatste eigenlijk. En nu hebben ze eindelijk een seizoen gehad dat het beter gaat. Bijna de play-offs gaat zelfs. Ja. En nu denkt iedereen van, nu gaan ze door. En nu gaat er weer iets gebeuren, zoiets heel raars. Het valt helemaal uit elkaar. Trainen meteen weg. En nog een paar mensen aan de kant. En ik denk, ik vind het wel heel erg jammer voor de club. En ik ben benieuwd hoe zij dat gaan oppakken om dat weer te herstellen. We zullen het zien. En last but not least, MVV van René Tros. René Tros zit hier komende week, schuift hij aan. Wat zijn daar de perspectieven? Ja, MVV heeft gewoon een heel goed elftal gehad. En nu ook weer, denk ik. Ik denk dat MVV eigenlijk de minste zorgen krijgt weer voor het nieuwe jaar. En René Tros is mij ook een hele goede trainer. Die managt dat heel erg goed daar. En ik gun het hem ook van harte, want hij is een fantastische kerel. Heel erg eerlijk. Gaat goed met de jongens om en de jongens gaan ook voor hem. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is wat jij hebt als trainer. Willy, ik vind dat jij ook heel goed met mij bent omgegaan in dit gesprek. Ja, ja. Volgens mij veel gezelliger als bij die andere zender, maar dat komt op mijn kop. We zien je dadelijk terug voor het gatenschieten. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame. Partner van Tours in Limburg is Roompot Vakanties.